Oh, in het midden. Hoppa, ha, ha. Succes, boys. Opstak van weer. Succes, jongens. Tipje voor iedereen. De TCS staat weer op 3. Dus, ja, thanks. Ja, als het eerst had ik een slag op gezet. Oh. Gaat niet helemaal. Nee. Ja, nee. De achterkant is naar de kloten. Oh, jongens. Wow. Oh, oh, oh. Zo krijg ik 4 seconden. Wat is dit? Wat was dit, joh? Het is gewoon een kutspel, ja. Inderdaad. Gaan we spelen met dit? Ik denk dat het zo. Buitenom iemand. Ik heb de stream hard gezet. Ik krijg druk in de zijkant en alles is anders. Links nog, ik zit nog links. Ja, oké. Nou, ik mag weer naar binnen. Cool. Ja, ik ook voel. Gewoon een normale start, maar. Oh. Ik ben blij dat het 8 uur hier is. Ik denk nog een beetje rekening houden met de rest, maar. Ach ja. Hey, hey. Jezus. Het is helemaal gek geworden. Dan valt echt niet meer te rijden met die auto. Nee, ja, moet gewoon niet. Met 4 seconden straf, niks. En ook omdat ik aangereden werd. Ja, dat hele strafsysteem. Ja, maar het schaalsysteem is ook nog een kut. Gaat toch nergens over? Maar dingen is wat te maken. Maar verder is er zo leuk. Oh shit. Oh dear. Maar de schade die gaat niet vanzelf weg. Nee. Nee. Dat gaat repareren. Oh, er zat nog iemand. Sorry, Splash. Echt zin, oh wacht, ik ga wel naar binnen. Dat is toch hier? Oh, dat is niet hier. Dat is echt niet daar. Hallo. Dat is niet daar. Ik dacht dat het daar was. Ik wil even pis gaan halen. Ja, mijn auto trekt naar links gewoon. Ja, ik kan gelijk door hard gooien. Oh, oh, oké, oké, oké. Ja, dat was een rempunt. Ja, dat repareert hij toch automatisch, denk ik. Ja, ik kan kiezen voor niet. Kut, sorry. Iedere race hetzelfde. Ja. We gaan voor in de top 10. Ja, ik ben ook maar vergeten te pitten. Vergeten te pitten? Daar is ook nog redelijk vroeg voor. Ja, nee, ik heb schade. De hele auto trekt naar links. Ah. Ja, oh, fuck, fuck, fuck. Nee, schade heeft hij dus niet gerepareerd. Dat is helemaal kut. Hoe dan? Dan heb je doorgeklikt, mogelijk. Oh, ja, man. Dat heb ik kans. Nou, ik zit er niet echt lekker in, zeg. Jeetje. Ja, Power Fusion.
niks. Ik glij echt meer als bij een tuinkraan. Bij de baan. En dan ben ik een puntje. Nou, wie remt het laatste net, boy? Denk jij? Hij remt het dichtgrijp van nu, weet je? Maar het knijpt hem dan niet af. Zo, wat glijdt die vraag hier allemaal aan? Ja, lach, hè. Wat is dat voor ding, joh? Het is een ding wat in ieder geval heel snel van zijn startlijn afkomt. Daar, dat ja. Wel. Oh, dat krijg je er wel voor terug. Ja, zeker. Ja. Mooi start. Maar dat is echt niet normaal, hè? Maar die zit een snelle start. Maar je achterbanden die moeten toch ook wel na één rondje weg zijn? Ja, daarom, hij moet met traction control 7 rijden ofzo. Nee, gewoon 1. Hey, Smash, Dennis en Zippy rijden jullie op knap, hoor. Medium. Nee, niet, maar ik ga je op zuiden. Ja. Ik hoop voor mezelf dat met Spies hebben dat jullie zo bijna wegnemen. Ik ga maar gewoon hier rechtsaf. Ja. Hij is het moeilijk bij te houden. Bij 100 meter remmen, Robert. 100? Oké. Okay. Dat is tenminste voor mij wel. Oh, dat... ja, als het zo is, wat dan wil ik ook wel die Ferrari. Oh, kut hè. Die achteruitkijkspiegel lijkt dat iemand veel verder weg zit. Ja. Maar als je dan naar achteren kijkt... Nooit naar achteren kijken. Gewoon insturen. Je hebt de bocht, toch? Zeg dat maar tegen Vettel. Ja, of Schumacher. Dus, dat is wel een beetje een schot van bijten. Ja. Maar moest hij hem nou teruggeven? Naar Russell? Want dat heb ik eigenlijk helemaal gemist. Dat is helemaal niet op tv geweest. Geen idee. Als dit nog 31 ronden zo doorgaat, dan moet ik wel 5 keer een pitstop maken. Gewoon doen. Gewoon doen. Wat is er dan? Het is gratis. Oh, lekker druk hier in het middenveld. Op 2 opzetten, dus wat dat betreft. Oh, kijk als schaar niet met z'n vieren. Jezus, nog 22 seconden tot Alfist. Ja. Goeie avond, Randazzo. Nee, zo'n bandje erop. Mooi, ze houden het daar allemaal op. Ja. Yeah. Nou komt de volgende. Oh nee, die is nog mooi. Die zat net voor ons. Wat voor de lang. Volg, maar ik heb hards dus. Oh! Oh! Oh. Heeft er eentje een beetje overrond aan rijden? Ik heb dit aan. Ja, dat is niet. Binnenkant. Ja. Met de radar erop. Ja, mooi grote battles. Dat is helemaal gek. Ja, dit is fijn. Doet hem eens lukken, hoor, dit. Gelukkig is die baan ook niet zo breed. Heel, dank je. Oh, met
Bodyboy, die komt even, die komen we even terugzetten. Fijne bodycheck. Ik snap ik ook nog. Ah joh, oh joh! Hebben we schade voorin? Nee, dat is geen schade. Dat kan wel. Nu al de pits in, weet je. Ik weet het niet, Niels. Jezus, smash. Ik ga er binnen. Oké. Oh, ik wilde bijna naast je gaan zitten. Ja, zo'n vermoeden had ik al. Maar dan komt daar weer een keer. Ja, nu deed het niemand voor zich staat. Dat is zo kut als je van een groep de achterste bent. Ja, dat is echt moeilijk. Koos, wat ga je hard zeg. Zit Daan ook in de... Ik doe mijn best, man. Volgens mij zit hij niet in de chat. Ja, volgens mij wel. Want, ja, oké. Okay. Dus je hard naar links als je erin zit? Oh. Zijn auto die stottert als een malle gek. Echt, ik verlies zoveel tijd in de eerste drie bochten. Hè. Oh, zoals het gaat cruisen vooruit volgens mij. Die moeten we even onder druk gaan zetten hoor, want... Zag hij altijd vol eigenlijk omdat hij... Ja, niet dat hij nou goed voor hem werkt. Ja? Maar je kan toch ook gewoon als je die training aanzet dan of dat oefenen, je hebt allemaal tijd gehad. We hebben geprobeerd, maar dat... In theorie wel. Ja, precies. Dat werkt echt goed. Oh, zand. Dit is niet de Daan, nee Niels. Het is een Daan. Over Daan gesproken, ja. Misschien rijdt hij volle bak, hè? Dat kan ook. Ik ga niet in de bak komen. Heb jij nu ook, welke band rij jij? Hard. Hard, ja. Uit om de rit moet kunnen. Doet de traction control iets voor je bandenslijtage? Ja, zeker. Ja. Dus hoe hoger, hoe meer slijtage dan? Nee, hoe minder. Maar dat is een slonde. Pas op, ja, Smash. Nee. Kan je links of rechts houden, alsjeblieft? Dankjewel. Ik ja, wil een rugje gooien op snelheid. Ja, maar dit bedoel ik, omdat ik van mijn gas om moet gaan voor je. Ja, ik reed gewoon van snelheid. Nee, je zat net helemaal naast de baan. Ja, dit is gewoon wat heeft de snelheid naast. Hé, stop. Hoe krijg jij een straf? Ja, ik reed gewoon met 2 wielen over de curb. Ik ben er al snel. Oké. Okay. Oh. Yes. Kutbocht! Godverdomme! Die kwam van diep. Ja. Hij kwam ook van diep. Mijn vrouw zegt dat meestal. Wat, dat je van werk komt? Of? Leg hem even uit, alsjeblieft.
Ik denk straks als mijn vrouw binnenkomt, dan horen jullie haar zeggen: waarom heb je de afwas niet gedaan? Ja. Ik kijk, je wist toen te praten. Waarom is nog? Dit is echt de laatste keer. Ook oh, daarom wou je zo snel weg, hè, bij modus. Ik zit toch net één rondje te lang door het team. Ik had toch wat op smash, Jezus. Ik had 2-0-1, dus dat vind ik wel prima op zich. Ja, dat weet ik wel. De laatste net gelijk 2 seconden verloren. De baan die voor mij rijdt, moet ik nog de baan naar je rijden. Dus ik alleen maar glijden, maar een beetje wat naar me doen. Weet je wel wat je dat moet doen? Nou, kom ik er zelf wel achter, hoor. Ja, dat ik niet het slachtoffer ben. Dat hij gelijk het schademodel. Hij stopt gewoon met rijden als er benzine op is, hoor. Oh ja, oh, dat ja. Ook nog. Ja. Gaat een album doen. Oh, kut, spin. Ah. Spin? Waar? Ja. Mag ons niet laten schrikken, hè? Ja, dat is... Oké. Okay. Heb ik dan nu een straf? Stil, jongens. Concentratie. De stilte voor de storm. Wat maakt de ding een lekker geluid voor jou, Alfist? Hey, oh, Jezus. Dat gaatje was er niet. Shit, waarom is die call mee te kijken? Ik heb een kijkspiel van jullie. Ik heb een beeld van weg. Koos, ik zit binnenkant. Ja, en buitenkant zit er ook iemand bij me. Nee, ik laat je leeg. Spannend. Ik zit een beetje vast achter Mowgli. Ja. En er zit drie zitten er vast. Nee. Ik zit binnenkant.
Ga maar, jongens. Oei, zo kut. Oh. Ik schrok even naar Jeroen. Ik dacht, ik zal jullie niet... Alle drie op dezelfde plek? Ja. Eigenlijk gaat het gewoon op een plaats, maar ik voelde echt gewoon die blauwe vlaggen. Nee, er was geen blauwe vlag. Nee, dat weet ik, maar zo voelde het wel, dus ik dacht, ik ga maar voor het... Dan laat je mij eerst drie rondes achter je vastzitten en dan laat je die andere twee gewoon door. Nul! Een beetje spannend, auto. Ja, je moet rijden voor wat je waar bent. Nee, ik moet zo gewoon nog niet veel. Ik nam ook aardig wat risico om je in te halen, moet ik zeggen. Profiteer er gewoon met je mee. Doe je gewoon een breedje. Eerst andere banden onderleggen, want het is geen doen meer. Nog iemand die was begonnen met hard? Yep. Yep. Rijden jullie nog steeds? Yep. Ja, na die boven die crash. Ah, verdomme. Nee. Die beweging verwacht ik niet. Ik was in een rechte lijn, hoor. Heb je schade? Nee. Heb je boete? Penalty? Ja. Vier? Daan houdt wel dan uit, hè? In een taartje. Jezus. Want kunnen banden niet stuk? Zeker wel. Wel? Ja, je auto gaat weer een stuk in de banden. Ik denk dat ja, die hard ging net goed. Ja, die hard blijft veel. Toch? Ja, die hard die nu al 10 ronden op een hard. Die zijn amper op. Als je meer moet brandvertretten, dan ook. Is dat gewoon op een band. Oh shit. En ik zit hier op de letter. Was het zelf voor? Ik moet wel een beetje hoor. Ik zit nu nog in de 13 of zo. Ik heb een beetje gas voor. Zit ik nou in de punten?
je nog een ruimte. Oh, je bent er achter me. Ik dacht naast me. Dat heb ik slim gedaan. Dan geef een beetje ruimte voor die bocht, maar het is niet meer goed. Oké. Zo vangt de koe naast. Je krijgt iemand die rijdt precies even hard als ik. Dat is grappig. Meneer Siddo. Ja, dat ik. Maar ik heb een schade. Oh! Dat is hier echt een schade. Nou, ze trekt de hele tijd naar links. Je banden helemaal weg. Ja, klopt. Ik rijd hier als een begon. Ik heb geen twee. Ik heb nog maar twee banden over. Die deed best zeer. Die voelde ik gewoon in mijn hart. Je rijdt op 6. Ja, hoe komen we hier voorbij, hè? Nee, die maken zo nog wel een fout. Ze hebben zo'n moody walt alle kanten op. Ja, maar daar ben ik juist bang voor. Dat is een fout. Ja, precies. Daar heb ik die schade over. Omdat ik de langste begin zijn walt hier naartoe. Ah! Oh, sorry. Was ik dat? Dat was ik zelf al, want ik gaf te veel gas. Oh, oké. Nou, ik heb ook schade, dus dat is... Oh ja, nee, ik heb schade, hoor. Oh, die wagen is echt niet meer te houden, man. Wat de fuck? Alleen mijn banden kunnen nog goed mee, dus ik blijf maar doorrijden. Ja, ik ook. Ik heb nog een paar rondjes. Die hard, die slijt echt totaal niet. Nee. Die zijn eigenlijk vrij hard, hè? Ja, dat zeggen ze. Ja, maar die mediums, die ging bij mij 800 mee of zo. Nee, daar gaat het binnen. Daar is binnen, ja. Mooi is dit. Die rijdt op Fuelmap 6 op hard of zo. Zo. Hoe lang gingen de mediums mee? Bij mij 800 of zoiets. Ja, 7, 800 zijn ze wel op. Ho. Ja! Wat is dit, joh? Oh, 5 seconden ook nog! Ik kon niks te doen. En mijn motor kapot. Ik heb gewoon een mega. En wie beukt ik nu? Mij. Mijn moeder, toch? Ja. Van een whiplash. Je hebt ook een kapotte vol. Ja, het is allemaal, we hebben een motor ook kapot. Hij was met Alvis, die rijdt hier ook zo lang dan. Nee, van niet. Maar nu heb ik de straf. Die was cool, dat is ook niet goed. Thanks Alvis. Oké, nu begin ik te driften. Ik ben op de Fuelmap 1 gaan rijden en hij is 10 seconden ingelopen op koos of zo. Het gaat wel lekker. Ja, ik heb nog maar 2 banden. 2 banden. Wat? Ja, koos zat 15 seconden achter mij. Steeds een beetje te zoeken. 100 meter.
moet ik eerst even de borden gaan zoeken. Net voorbij de start van die curves, toch? Ja, het is curve, denk ik. Dat is een beetje waar ik... Ik blijf die eerste bocht moeilijk vinden om in te schatten. Die eerste is oké, en de tweede daarna. Dat... Die neem ik op 120 meter of zo. Ik ga het beeld weer. What the fuck is dit? Verse banden shiften? Nee, gewoon op hard. Sinds ronde 9 of zo. Ah, okay. Maar ik reed de hele tijd op fuel naar 2, niet naar 1 gezet. Dus... Ja, ik vind ik dat je 1 dichtbij komt. Ja. Buitenkant! Oh, dat kun je niet ontwijken. Ik kijk uit schiet, want ik moet ook bij tellen. Oké. Je kan met die pitstop, kan je wel naar verrassing wat te drinken. Zo. Ah, het is niet zo'n hele lange pitstop dit keer. Nee, dit valt mee inderdaad. En het zweet even een beetje. Ik denk dat het een van de kortste is. Ja, precies. Kom binnenkant. Dankjewel. Rijk racen naar de eerste bocht. Shit. Heb je dat aan mij gevraagd? Van die mediums of? Ja. Nee. Hard. Oh! Helemaal buiten alvast. Raak ik jou niet, als het goed is. Dit pak ik weer buiten.
nu blijf ik binnen. Oh. Kijk. Zijn jullie zwaar wat dan gaan doen of? We laten elkaar een beetje heel, hè. We laten elkaar een beetje heel, joh. Nu trek ik je broek uit. Ontspan je maar. Ontspan je maar. En nu doe ik een beetje. En nu doe ik er een beetje spuug op. Ja, maar dat noemen we in België poepen. Nee, maar ze laten elkaar te deel. Nee, zeker. Ja, dat is netjes. Want zo heel veel sneller ben ik ook niet. Oh! Zand, zand. Binnenkant, boys. Ja, doet die, toen zat ik weer achter. Hé, hey, toen zat ik weer achter. Oh man, was dit slecht. Wat een verademing zijn die mediums tegenover die Hey, shit. Okay. Hmm. 1,6 rond. Oh! En zou ik er nog een rondje doen? Ja, gewoon doen. Ik zou de 2. Ja, ik denk het ook. Ja, als je hem op 3 zet of zo, dan moet ik dat wel willen. Het is een indicatie, toch? Volgens mij is het 6. Als je hem op 6 zet, is het dubbele van wat je op 1 hebt. Ah, wow. Ik heb nu 3. Madboy heeft ook kennis gemaakt met diezelfde spin. Leuke spin. Blijft toch lastig, man. Bandenwissels, niet als nodig. Wacht, ga je naar binnen zonder je banden tussen? Nou, ik heb nog tussen 80% in hard zo. Ja, maar dat kost bijna geen extra tijd. 4 seconden maar, hè? Ja. Dat is een tijd van banden. Je moet sowieso nog een keertje pitten aan het einde. Ja, als je nu gaat pitten, kun je toch doorrijden meteen? Hij is op anders kunnen. Hij is al vist. Je hebt niet genoeg brandstof hoor. Hij moet echt heel erg zuinig rijden met de rest van de... Ik kan 14 rondjes in een stint of zo. Misschien. Ja, je kan in principe... Als je iets meer fuel save, dan kan je... Ja, het hangt af of je voluit wil rijden. Hier kan dat. Ja, dan sta je ook langer in de pits om te fuelen en zo. Ja. Ik heb een volle tank. Man is nog een kilo. Blauw vlak. Wat zit er nu dan? Zit nou even vooraan, Marsje. Oh. Hey, dat is een beuk of niet? Als je zegt, één ronde iemand had ingehaald op een plek en dan de volgende ronde zie je weer dat je hem inhaalt op die plek. Het is een rechts van beeld, die auto die... Hebben jullie dat ook gezien? Nog niet eerder gezien. Geen idee. Ik heb het nog een keer gezien, ja. Volgens mij zal er iemand de pit even als het dan iets misgaat. Spannend. Jullie hebben blauw vlag, hè? Jullie zijn wel aan het vechten, hè? Ja, nee, wacht maar. Optief, hè? Wauw. Na de stukje raak ik langs. Vanaf het volgende stukje raak ik langs. Zo. Ups. En wat gaat hier langs? Ja, met die bocht zat ik al bijna in je bunker. Ah. Heel vroeg. Mooi. Zit dat je moet er langs, hè? Afremmen.
Vrachtig. Hij is vol van zijn geld rijden van de auto. Straks kwam ook niet dichterbij. Maar ik laat je zo meteen op het rechtstukje wel langs. Ja, dat is mooi. Hij mooi profiteren. Ja, hij is wel weg. Komt er alles door? Ja. Zo! Oh. Huh? Ja, ik liet Smash voorbij en ik gaf gas. Toen zat ik al bij. Je wil weer terug in de battle. Nou, het had makkelijk gekund. Ja. Ik kan er even de gas bij geven. Nee. Nee, je bent sneller. Ja, dan mag wel even snel voorbij zeg. Ja, wie weet, Niels, wie weet. Het is spannend worden. Ja, wat rijdt die Beetle een beetje, of niet? Ja, ik mag niet klagen. Ik rijd er een trail als ze zoeken met die Beetle, dus ik ken die Beetle ook wel. Het is echt een lelijke auto. Ja, ik wil het graag. Ik zit er echt niet uit. Ja, wat lelijke auto. Het is toch geen race auto, man. Trouwens, ja, die weet ik zei ik ook niet echt, maar... Ah, die Verstappen livery maakt het wel beter, ja. Max. Voelt alsof het echt wel... door een echte tokkie gereden kan worden. Echt, hè. Toen zeer het ja, precies, alleen dat ontbreekt nog. Les waar op 1%. Het is tijd. Zo. Wat heb je schade? Oh, blauwe vlag. Okay. Ja, ga je nu wat. Thanks. Ja, langs. Dit ook, hups, oké. Okay. Ik zal het goed maken. En dan is er achter. Zit die Mercedes? Nee, dat is niet. Ja, ja. Dank je, Robert. Ik zat op te twijfelen.
Weer binnen een seconde met z'n drieën. Spannend. We moeten het best doen, dan kan ik de rest van de race kijken. Kut. Zo, wat is die mistig, joh. Kan je hier eraan aan de kant, aan het, dit mooie rechtstuk? Oké, dan niet. Oh, dit die pits op langs. Thanks. Ik zit er niet buitenkant in. Dankjewel. Gaan we niks. Goed, hoeveel mensen gaan nog een stop maken? Ik er niet meer. Ik ook. Zijn. Spannend. Woep. Die had ik even niet verwacht. Ja, ik probeer hem al zo voorzichtig mogelijk de baan op te brengen. Maar... Thanks, Alvis. Ja. Sorry, Robert. 3 seconden straf. Ja. Lijkt me een bumper. Ja, motor is ook kunnen kloten. Ik moet ook naar de pit. Je was nog aan ghosten tot ik bij je was. Toen niet meer. Oh, ja. Toen was ik ineens klaar met ghosten. Blijf je zo langs, Smash? Ergens hier. Ja, dank u. Hup! Ruiterlijk aan de kant. Ja, toch? Jee, maar ik had er weinig controle op dit ding. Ja, ik heb geen. Ik heb de motor kapot blaas, dus. Ik kom niet meer vooruit. Oh, nee, joh. Ja, maar die zei zo. Volgens mij mijn eerste race, ik moet er allemaal fatsoenlijk leren, man. Oh ja. Hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Heel rondjes één keer. Hoe heb je dat motorkapot? Volgens mij reed ik er vol in. Oh, zo, met een botsing, oh, oké. Okay. Dus, ineens stond de McLaren dwars over de baan. Oh. Nou, dan ga ik nu wel voor de... Dat is wel risky. Ja, maar die nou, een met... beetje leuk toch? Ja, ja joh, 0 punten heb ik. Nou, als terrein we pakken. Brandstof wil ik... Nee, niet tanken. Nou, 5 seconden kwijt voor de pakken. Thank you.
avond. Kerel, ik heb hier bloedheid, man. Fucking hell. Oh, heb ik Magnum Ice in de fucking koelkast staan? Double caramel, baby. Thanks, Binsberg. Alsjeblieft, jongen. Ik ben bang dat je me niet zag. Tuurlijk wel. Ik ben geen, hoe heet die? Van de Formule 1, afgelopen weekend. Troll, altijd troll. Ja. Vettel, denk ik. Ja, sowieso. Ja. Was het Vettel? Ik weet het niet, man. Troll, Magnussen, die deden echt bumperauto's aan het eind, zeg. Jezus. Troll, Magnussen? Nee, joh, dat waren juist die andere twee, toch? Zolmax hebben elkaar volgens mij iets van 3 keer geraakt in de laatste 2 rondes. Ik zat er wel dichtbij op mijn kamer. De laatste paar rondes weet ik niet meer. Ik zat die onboard terug te kijken, want de regie dit weekend was echt bagger. Ja, die was heel kut. Ja, zegt hem wel. Maar in die onboard zag je dat ze in die laatste paar rondes een aantal keer elkaar geraakt hebben. Ik vind sowieso de regie de laatste paar races nogal triest. Ja, bij deze viel het wel heel erg op. Ja. Geert zat Leclerc en Verstappen ook in een battlefiets. En dan ging ze zijn overview shots van het Hard Rock Stadion laten zien. Ja, ik werd een hele gek man. Kom op, zeg. Hey. Maar ook elke keer als er gewoon een battle was, ging hij naar een replay van de pitstop. Ja. Daarnaast was alles wat er naast de baan gebeurde interessanter dan op de baan, volgens de regie. De Amerikanen. Kut. Nee, wat is dat nu op? Alsjeblieft, Moody. Henk Moody. Henk, jongens. Ja. Ik zie je zo. Lief? Ja. Kut. Moody! PlayStation knalwijd. Nee, joh. Oh, ja, nee. Ja, en ik sorry, ik ging je net weer halen. Ah, ik was net op weg naar de snelste race ronde. Wow. Al dit is het niet. En ik ging je net weer inhalen. Volgens mij heb ik met de voet de kabel rood geschoten. Oké, okay, nice. Maar ja, dat was hem dan. Jammer, man. Ja, wel een beetje anticlimax zo. Ja. Tot de volgende. Ja, tot de volgende, man. Dat was gezellig. Dat was zuur. Ja, echt. Maar ook gewoon niet in ronde 3 of zo. Nee, maar hij stond ook eerst of zo, toch? Of tweede? Ja, hallo. Wie was het? Dennis, dacht ik. 12e, weet hij. Oh, ja. Dank je. Ik was het goed. Dit is een veel meer weg. In theorie kom ik echt met nul fuel de finish over, dus dat gaat. Ja, been there, done that. Je kan toch ook wel breken, hoor. Ja, anders gewoon de laatste 100 fuel zeven. Heel cool. Ja. Op wat voor banden ga je? Hard, man.
Harde bandjes. Lekker man. Ook dat. Ik kwam heel laat binnen. De druk werd me te hoog in het achter me reed. Ik reed heel interessant. En nu rijd je sneller. Ja. Nog 8 ronden resterend. Klopt dat? 3, ja. Oh, ik kom ook met 0 over de finish. Maar ja, wat scoort aan puntjes? 0. Of we moeten nog mensen nog pitten. De S5, moet je aan de pitten? Nee, ze is eruit gekomen. Kabel eruit gek, inderdaad. Internet wegvallen, het kan allemaal anders. Als je een snellere pitstop wil, dan moet je dat doen, inderdaad. Moet je de applicatie sluiten en weer opnieuw opstarten, dat werkt. Ja, ja, dan gaat het sneller. Dus die oude Alte 4e. Ja. Sowieso, ik ben bezig met de snelste ronde. Waarschijnlijk in de laatste sector nog wel van mee. Daan is nog in de pit. Ik heb zijn hout af natuurlijk. Laat je die ook langs de smash? Doorrijden, stop. Ik zou het toch zeggen, als we een wijs grote beat doen, dan moet ik een wijs grote slipstream doen. Wat denk ik? Dat ik meer slipstreams zou moeten krijgen als ik achter een beat wil rijden. Dat is 3 keer zo groot als mijn Ferrari. Hoor. Hey Mirko, probeer die volgende bocht te doen in zijn 6 te nemen. Ja, mooi ben jij man. Ja, je moet er een beetje durven in het leven. Ja, living on the edge, ja. Een eentje moet de eerste zijn. Ik vind je hem alles een keer geprobeerd hebben in het leven. Dan kan je dat wel zeggen. In een rondje 30 reed ik helemaal auto helemaal kapot. Ja, en mijn tuinstoel. Tuinstoel? Wat? Ja, dat zijn Koos toch? Dus ik moet verantwoorden dat hij in de tuinstoel zit bij racen. Het klinkt zo stoer als je zegt je gaat racen, maar als je het daadwerkelijk ziet. Ja. Hij is onwijs stoer. Ik zal eens een keer een foto van de simrace op het werk doorsturen. Doe maar. Ik heb het idee dat het er vetter uitziet als dit. Ja, zit jij in een tuinstoel dan, Koos? Zeg je? Zit jij in een tuinstoel dan? Ja, stoort gewoon.
compleet is wel. Je bent toch iemand die in de game cashine zit? Ja, je bent toch een Game King? Ja, ja, je bent toch een Game King. Ja, we toch al, hè? Ik ga je leven. Dat kan je toch regelen bij een of andere. Ja, pas wel. Sponsor. Maar ik bedoel, het werkt prima. En ik wil straks wel een echt een goede setup bouwen ook. Hé, hey, hij blijft heel veel lekker ziek staan, man. Nee, ik snap het wel, Koos. In één keer goed. En je rijdt bovenaan met deze setup, dus ik zou zeggen niet veranderen. Ja, er komt ook wel geluk bij kijken, hoor, vandaag. Oh. Nee, dat is geen geluk meer, hè. Ja. Ik heb net een penalty. En het is maar een half seconde, maar omdat het op dat rechtstuk is, is het zeker geen halve seconde. Ja, mijn Feyenoord krijgt ook een penalty en zo heft het elkaar weer op. Dat was inderdaad echt mooi, ja. Maar heel eerlijk, ik weet niet of jullie hebben gekeken naar die voetbalronde ook, bedoel ik, met Mark Overmars. Of Mark Overmars, Mark Verbasten. ik vond zijn uitleg, ja, voel ik ook wel wat voor, maar dat is niet de regel natuurlijk. Ik heb het niet gezien, maar ik hoor een Ajax-fan over een moment praten en ik hoor jouw mening erover. Ja, Gullit zei hetzelfde. Maar ik weet hoe PSV-supporters zich voelen, want zo voelde de Graafschap Ajax voor mij. Ja. Al was dat geen scheidsrechterlijke balen. Ik had echt het gevoel dat als wij deze gewonnen hadden, dat eigenlijk het echt nog in ieder geval tegen Heerenveen of de test moesten. Ik ben er nog niet zeker van, hoor, maar het is nu wel een stuk zekerder daar natuurlijk als we in plaats van de PSV heeft gewonnen. Het is nu wel over. Nou ja, PSV doet ook al een beetje zichzelf af. Ik weet wel, ja. Ja, bekerfinale staan wij weer vanuit. Dus ja. Ik vind dat het enige rare aan alles wat er is gebeurd, vind ik, is dat hij niet is gaan kijken op het scherm. Ja, maar dat, kijk, en dat neem ik dus die van Boekel kwalijk. Maar dat Gusse Buurk het verkeerd ziet in zo'n snel moment, kan ik nog. Ja, maar Gusse Buurk kan ook gaan kijken. Ja, maar volgens mij, Gusse Buurk mag alleen kijken als Paul van Boekel zijn beslissing in twijfel neemt. Ja, maar ze praten toch met elkaar de hele tijd. Dus dan kan je toch net zo goed zeggen van, gasten, roep me even naar het scherm. Ik wil het even zeker weten, want dit is heel belangrijk. Ja, maar hij is een mannetje, weet je. Ja, nee, hij is niet een mannetje, want had hij achteraf was hij wel voor de camera verschenen. Ja, klopt. Maar ja, ik weet niet, man. Als Paul van Boekel zegt, ja, strafschop, ja, dan denk ik... Ik vond het echt heel raar dat ze niet ging kijken. Dat hij een penalty geeft, ja, kan je wat voor zeggen, maar dat hij niet gaat kijken, daar kan je echt niks van zeggen, man. Nee, dat is echt krankzinnig. Ja, dat vind ik zo raar. Ja, dat zegt maar een beslissing. Paultje van Boekel, ben jullie op het podium straks met de Rode King in de arena? Ja, nu zeker. Als de Rode King, ja, dat ook nog. Ja, goed, ik neem aan dat iedereen gewoon de start in gaat, toch? Op woensdag. Ja, maar het is nu al weer gezeik, weet je wel. En vooral na 2 jaar COVID, dan mag je toch wel even iets. Dat is wat het is. Het is alleen maar erg als je niks regelt. Geen beveiliging of wat dan ook. Mensen gaan toch de start in. Ja, geen probleem. Paul van Boekel gaat wel achter die schermen zitten. Heel Amsterdam. Ja. Ja. Hey Milko, ga je nog een foutje maken? Of blijf je zo steady rijden? Ah, stil jongen, stil! Het wordt wel steeds minder, hè? Ik zit de hele tijd naar die tijd ook te kijken, man. Het is weer dichterbij, verder weg. Ga maar.
probeer altijd driehoekje te rammen voor die DRS, maar... Ja. Helaas, hè? Tot Alvis, dankjewel man. Lekker Alvis, dank je. Zit je nu achter mij? Give them the cup today! No, keep Ajax! Ook hoe die Ajax had het zeggen. Ajax! Ajax! Maar ik ben blij dat we volgend jaar van Nistel weer hebben. Ja, zeker man. Is het nou weer Smash? Ja, dat is voorstel. Dit kan niet! Ja, ik weet niet waar je roem bent. Flikker op. Nou is weg. Dus. Of ben je de ring in geweest? Ik ben wel een keer naar binnen geweest. Nee, want ik rij heel de tijd al op deze banden, man. Ik rij al, hoe lang? Op hard. 18 ronden, geloof ik. Ik hou de gedachte, ik ben één keer gelapt door Smash en niet twee. Ik heb Smash 15 keer gezien vandaag. Ik heb hem één keer gezien, maar ik was doodsbang. Ja, hij is heel goed. Ik zat echt achter hem vast, jongen. Die is ook best breed, hoor. Ja, ik wou het zeggen, hij is ook nog best breed, ja. En er zijn de mensen in deze league die dan zeggen, terwijl ze op positie snijden, ik ga hier naar links. Nee, dat was omdat je nog vanaf de zijkant kwam. Ja, het was een beetje ongelukkig. Dus ik denk, je hebt nooit op tijd genoeg snelheid. Dus ik zeg alvast waar ik kom, zodat je niet zegt, ja, ik reed net de baan op. Nee. Milko, heb je geen straf gehad dat je de pion hebt gebruikt? Nee, jongen. Die was kiele volgens mij. Maar het verwacht die finishslag ook al, want Dennis die komt wel erg dichtbij. Ja, maar het blijft 2 seconden, hè. Ja, we zitten echt op dezelfde pace ongeveer. Ja. Welke auto rijden jullie? Heb ik twee minuten. Oh, kut, ik zit niet op. Ik kom over het wasje. Jongens, blauw vlaggen. Ik vind het leuk om hier normaal. Alvis, blauw vlag! Boom! Jesus! Alvis! Jesus Christ, man! Ik kan hier niet weten, jongen. Daarom zeg ik het net 500 keer van tevoren! Ik heb niet meer mijn hele race bij de relatieve span! Doe normaal, jong. Jezus Christus, bijna hard ervan. Nee, niet in de bocht, daarom zeg ik rem ervoor. Dat kost me toch tijd? Ik word achterna gezeten. Ik ben er al een seconde ingelopen. Jij zegt het over die pace, hé? En ik kijk naar die pace en ik ga. Ik zat in een muis, hè? En nu zit Daan in mijn nek. Die ik. Robert, ik kom links aan. Nee, ik blijf rechts. Ja, thanks. Maar jullie zijn nu naar de kloten. Oh, ik kus je, bumper. Jongen, heel dichtbij. Oh! Hey, hij maakt wel lekker vlot, hoor, die eerste map, hè? Kerel, dood bang. Godverdomme, ik 3 rondjes voor het einde. God! Wat is gebeurd? Ah, we hadden het over dat ik zat achter Le Chief nog wat. Le Chief? En het zit de hele tijd respect, op... Hé, hé! Ik weet het nog een seconde. Dus hij zegt, beter is het voorbij, want hij komt dichtbij. Dus ik ga rustig naar mijn tijden kijken. Ik zit niet op te letten. Maar ja, die eerste bocht, die recht. Begin al, weet je wel. Iets een knikkie. Dit de laatste ronde alweer? Ja, die moet je niet te scherp nemen, inderdaad. Nee, maar ik ging rechtdoor. Oh ja, dat kan. Je hebt dat hij ietsjes knijpt, voordat hij echt bocht maakt. Waar de remborden staan, zeg maar, dan knijpt hij iets naar rechts. Ja. Dan ben ik ineens 10 seconden ingelopen op Tuf. Wat is die aan het doen? Weet ik niet. Hij staat 3 seconden achter me. Ik kan niet aan vragen. Tuf die is altijd slecht in de laatste rondes. Ja, dat klopt. Dat was twee races terug ook. Ja. Dan reed hij de hele tijd vooraan en in één keer... Ja, maar dat was omdat hij doorging op een enkele stint. Maar dat kon echt niet. Oh. Ja, misschien dat hij nu ook weer met zijn fuel zit of zo, dat hij veel meer... Nee, hij heeft eigenlijk dezelfde strategie als mij gehad. Alleen, ja, 2 laps eerder. Dus, ja. Oh, dat klinkt met Daan ook.
seconden. Maar misschien heeft hij gewoon opgegeven hoor, dat kan ook, ik weet het niet. Ja, hij mag zijn tweede plek ook wel opgeven. Ja, dat is zoiets even, ja, tweede, eerste ga ik niet worden. Die mag gewoon veilig naar huis brengen. Dan maar van het podium. Punt, voor snelste race ronde. Oh, Milko, geen pakje jongen. Wel fit. Ja jongen, je hebt nog geen ronde de kans. Maar lekker gevecht jongen, echt. Ja, dat is echt een heerlijk gevecht jongen. Dan kom ik er niet langs, ik kiep er over. Nee, maar het is wel... close. Ah, oh, ik moest yes! 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 Woo! Ai, 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 ai. Mijn lucky shirt, mijn Lewis shirt. Mijn zeiknatte shirt. Godverdamme. God. Jesus. Ah. Nou, Niels. De schoen die had er de hele tijd de druk bovenop. Maar zelfs na die pitstop ook werd het toch weer een gat van 0.7. Wow. Yes. Ik ga even wat te drinken pakken. Taxi. 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 Ja. Tropisch fruit. Heerlijk. We zijn terug. Oh, yes! Had ik even nodig hoor.